Hele goedemiddag, het is 3 uur. Top dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Ik heb net de auto opgenomen van de vlog van gisteren. Ja, ik ben hier dus aangekomen, dat zagen jullie ook gisteren hier in de vlog. Ik ben dood op. Ik ga zo even dus douchen. Dan weer omkleden. En dan ga ik er weer vandoor. Naar Ermelo ga ik met iemand afspreken. En voor de rest zien we een beetje wel hoe we deze dag gaan verlopen. Ja, sorry, mijn keel is echt dood op. Ik ben zelf dood op. Ja, we gaan het gewoon weer het beste van maken, net zoals gisteren. Ja, het was echt gisteren echt een lange dag. Ik sliep pas om 3:30. Ja, nou, ik was er wel gewoon met vrienden, maar voor de rest, ja. Soms kun je er ook gewoon niks aan doen. Maar ja, ik ga in ieder geval gewoon nu de dingen doen die ik moet doen. En dan zie ik jullie wel als ik helemaal klaar ben met alles. Ik ben hier ook tegelijkertijd aan het lopen naar de Jumbo toe. Bijvoorbeeld boodschappen stalen. Dan ga ik direct door naar mijn appartement toe. Of naar kampen toe. Ik ben weer terug in mijn appartement. Zoals jullie kunnen zien ben ik een beetje druk. Ik ben moe. Honger. Ik heb nog niet avond gegeten. Het is 8 uur geweest. Ja, ik heb echt 2,5 uur geslapen. Dus al veel te weinig. Ik ga zo direct nog de vlog werken die jullie gisteravond rond een uurtje 10:30 was daar. Excuses nogmaals ervoor. Maar ik heb gewoon van die drukke dagen wat ik echt niet kan met de vlog bewerken. Soms wordt het een beetje anders. Ik word ook gek met mijn keel weer. Ja, logisch als je met 2,5 uur hebt geslapen en je hebt weinig energie. Sorry, ik praat weer lekker snel. In ieder geval heb ik al een leuke dag gehad. Wel koud, zoals jullie kunnen zien aan mijn handen. Maar ik ga ook het eten klaarmaken. Want ik heb... Ja, wat jullie zien, nu zien, is ook een deel gratis. Ja, echt gratis. Nou, in ieder geval is dit brood goedkoper geworden. Van 3,20 euro naar 2,75 euro. Het wordt weer goedkoper. Dan hebben we dit matrasje gratis voor 160 punten. Jumbo paprika chips ook gratis. Dan hebben wij hier in de aanbieding hebben wij macaroni, ham en kaas. De laatste tijd ben ik echt van de kant-en-klare maaltijden. Komt gewoon meer omdat ik ook weinig tijd heb om zeg maar echt een maaltijd in elkaar te kunnen flatsen. Gooi mijn keel, man. Nou, de enige versnaperingen. Dit doe ik gewoon meer puur zodat ik vanavond echt een lekkere rustavond heb. Ga ik lekker op de bank liggen met nootjes, chips, snoep. Even een momentje voor mezelf. Leverworst. Oh, die kan weggegooid worden, zie ik nu. Ja, ik drink het. Nee, sorry, ik drink het niet. Hup. Ja, de zak gaat wel uit. Bijna. Deze gaat erin. Ja, dat was van de Too Good To Go. Ik vertrouw dat niet. Voor de rest. Maar we hebben nog eentje. Ja, denk je nou. Emilio die heeft genoeg trek. Dus Emilio die heeft dus 2 spaghetti bolognese gehaald. Ja, best lekker. Vind ik zelf bolognese. Beter dan. Dat is wel jammer. Ik ga dit even opwarmen. En dan kijken we wel een beetje hoe verder we deze avond gaan inplannen. In het begin dacht ik hoe zou ik deze vlog überhaupt plaatsen. Maar omdat ik ook nu altijd naar de tijd kijk, denk ik, ja, ik ga hem gewoon toch plaatsen. Ik zou hem sowieso plaatsen. Maar ja, je hebt soms als vlogger zijn, heb je twijfels erover of de vlog wel goed is. In ieder geval ga ik dus. Ik zeg altijd heel vaak, in ieder geval. Maar ik zie je straks weer. In ieder geval is het eerste deel van de eten klaar. Dit is de mac and cheese. Ga ik zo lekker tv kijken en dan ga ik ook nog de spaghetti bolognese ga ik maken. En ondertussen ben ik op een apart kanaal of een apart YouTube account video's aan het uploaden. Ga ik downloaden op mijn telefoon. Dan ga ik de vlog bewerken. Maar kijk naar de tijd. Het gaat maar hartstikke goed lukken. Dus ik ga hier ook gewoon lekker van genieten. Altijd nummer 2 en nog steeds gezellig tv aan het kijken. Beste mensen, de avond is ten einde, letterlijk en figuurlijk zoals ik ben altijd zeg in de eindstukje van de outro.
De vlog die is gewoon van gisteren om 10 uur in de avond geüpload. Deze vlog die is gewoon precies om 3 uur gewoon geüpload. Zoals van ouds. Ik ga hier van mij gezien. Ga ik er morgenochtend mee bezig. Dus vanochtend heb ik deze vlog dus geëdit en ingepland. Ik hoop dat jullie alsnog genoten hebben van deze vlog. Ondanks dat het even wat minder is dan anders. Als jij vrienden niet een dikke duim op zitten, vrienden, maar ik kan het abonneren hier beneden. En hopelijk, hopelijk zie ik jou heel misschien morgen weer terug bij die vlog om 3 uur. En dan zeggen we zoals altijd, laters.